Ik wil deze foto op deze kaart. Maar ik krijg het maar niet voor elkaar. Hoe doen ze dat toch? In deze bakkerij gaan ze ervoor zorgen dat die foto op de kaart terechtkomt. Voordat je een foto op een taart kunt plakken, moet je natuurlijk eerst de taart bakken. Dat rijdt. De beslagkom in dit bedrijf is ietsje groter dan bij jou thuis, maar het idee blijft hetzelfde. Eieren, citroenrasp, bloem en suiker erin. En mixen maar. Wanneer het beslag lekker luchtig geklopt is, dan wordt het op enorme bakplaten gespoten en die gaan dan met kar en al voor een half uurtje de oven in. Het eerste deel van de taart, het kapsel, is klaar. Dit moet nou eerst even afkoelen voordat de bakker hier een taart van kan gaan maken. Want zo lijkt het natuurlijk nog nergens op. Allereerst wordt het kapsel in stroken gesneden, zo breed als de taart moet worden. Dan wordt met een taartzaag de cake twee keer overdwars doorgesneden en omgeklapt. Zo ontstaan drie lagen cake waar vulling tussen gaat komen. Op het eerste deel cake komt een beetje suikersiroop met een laagje jam. Dan weer een plak cake met weer een beetje suikersiroop en een laag slagroom. Dan de laatste plak cake. Dan gaat er op de boven- en de zijkanten nog een dun laagje slagroom tegen het uitdrogen. Dan pas wordt de taart op maat gesneden voor het juiste aantal personen. Dit is een body. Dat is een gevulde en op maat gesneden cake. Begint voor mij al op een taart te lijken. Hoe zit het nou met die afbeelding? Wacht even. Als je een fototaart bestelt, dan kan je kiezen uit heel veel afbeeldingen en foto's. Bijvoorbeeld je favoriete ster uit Spanga's of Avatar of Donald Duck. Maar je kan ook net als ik je bestelling mailen en daar je digitale bestandje bijvoegen. De bestelling met bijgevoegde digitale afbeelding komt dan hier in het bedrijf op deze computer binnen. En dan moet het natuurlijk nog uitgeprint worden. En het gaat met een hele gewone inkjetprinter. Alleen, er zijn twee grote verschillen. Namelijk, de inkt is eetbaar en het papier ook, want het is gemaakt van een laagje suikergoed. Kijk dan. Zo gaaf. Onze foto met eetbare inkt afgedrukt op een laagje suikergoed. Ha. Voor de stevigheid komt er onder de foto nog een laagje marsepein en dan wordt de afbeelding op de taart gelegd en is het ineens een echte fototaart. Je kan bij je bestelling aangeven met wat voor lekkers je taart afgewerkt wil hebben. Bijvoorbeeld slagroom, feestelijk gekleurde hagel, vers fruit, gehakte nootjes of misschien wel allemaal. Kijk dan. Zo leuk. Nou, leuk is eigenlijk niet het goede woord. Hij is prachtig. Supergoed gelukt. Echt mooi, hè? Ik vind het zonde om hem aan te snijden. Ga weg. Ga weg. Weg. Dat is van mij.